Welkom bij de SOLIDWORKS What's New 2024. Welkom, mijn naam is Ruim van Locht, ik ben consultant bij Katmes. En ik ben Kevin Eemans, ook consultant bij Katmes. En wij zullen jullie vandaag meenemen in de What's New 2024. In de chat van deze webinar is het mogelijk om vragen te stellen. We zullen deze snel proberen op te lossen, dan wel later per mail jullie met antwoord voorzien. En Raymond, waar is eigenlijk het iconisch duo gebleven? Ja, er is een revisie geweest op het presentatieduo. Dus vanaf nu? Gaan we het met ons doen. Voordat we van start gaan, laten we eerst kennis maken met 3D Experience klant Bohead. We have this reputation as Bohead. Whether it's to our customers or to our industry partners, that this has to be Bohead worthy and amazing. So we're using every trick we have in the bag to accomplish this. When someone buys a Bohead, they're getting the same passion we all have here, which is a love of bikes. It really feels like we've become a movement. It's just remarkable seeing a company grow so quickly with this passion and commitment and innovation. Our bikes are complex. They have close to 800, 900 parts. And now we have 3 bikes. So multiply that by 3. We have customer service, we've got operations, we have engineering, we have inventory management. And SOLIDWORKS plays a role in every piece of our company. Bohead was a one-trick pony in the beginning. We had one bike. I had created the original CAD, so I was just using folders. As the company grew to having more employees, more bikes, more parts, we really needed something for data management. So the 3D Experience platform became a much greater tool for the entire company, from customer service to log things in issues, to shop floor, to talk about engineering changes that they're after. It was this way to bring everybody together to manage an engineering company, not just to engineer the parts. We're using one of the most advanced CAD tools along with 3D Experience to create and manage data. We're also using it to solve engineering problems. For me, creating adaptive technology means using tools like SOLIDWORKS and 3D Experience platform to create experiences. The ability to look at tasks on the platform is really important for us to continue to have transparency, or to start to have more transparency within even our own groups. You'd think that that would be easy to communicate with people, make sure everyone's on the same page. But at the end of the day, we have to make sure that the important information is in the right hands. Because if a builder, for example, just misses a little bit of information for some reason and not his own fault, you know, we can't afford those kind of mistakes. You find, as a non-engineer and a non-CAD user, you find different ways of using the tool that wouldn't be obvious to an engineer. By using 3D Experience, things become less obscure and everyone starts speaking the same language. And so just as a communication tool, we finally have one way to bring everybody together. At the rate that we've been growing, SOLIDWORKS is a key teammate, and we couldn't have done it without them. Bohead is more than a company. We're really making people's lives better and giving them a new outlook as well. Laten we starten met een roadmap voor de presentatie van vandaag, Raymond. Ja, zeker. We gaan van start. De eerste etappe brengt ons vandaag langs enkele hoogtepunten, waarin we de belangrijke verbeteringen van 2024 gaan behandelen. De tweede etappe is relatief eenvoudig die we vandaag gaan behandelen, want dat brengt ons bij de tweede stop, Improve Productivity. Die zal zich concentreren op de SOLIDWORKS desktop componenten en de grote verbeteringen die in 2024 daarin zitten. En niet te vergeten, onze gebruikers kunnen in 2023 in een aantal SP's ook al gebruik maken van deze improvements. Ja. De derde stap die we vandaag gaan doen is een grote stap over de rivier heen. Focus on design, om te kijken naar de toekomst van CAD ontwerpen en welke cloud solutions vandaag beschikbaar zijn. En als we nog energie over hebben? Dat gaan we zeker hebben. Een terugweg en een mooie tour naar Expand Horizons, waarin de toekomst van design wordt beschreven met de nieuwste cloud-gebaseerde modelleringstools, geavanceerde simulaties en slimme productie. Laten we een rondleiding door een deel van de Bohead-assemblage nemen, aan de hand van enkele onderdelen en subassemblages die tijdens deze demo worden gebruikt. Het Bohead-topniveau bestaat uit 1028 componenten met 3391 totale bodies. De samenstelling van het stuur- en trapas, de samenstelling van het sturingsmechaniek, de achterbrug en het design van de veren,
en als laatste het achterwielassemblage. En uiteraard bestaat de bowhead-constructie uit nog veel meer. Nu hebben we onze uitrusting en onze roadmap. Tijd om op verkenning te gaan. Let's go! De eerste stop die we aandoen zijn enkele van de hoogtepunten in versie 2024. Een korte zeilus op de roadmap, maar die perfect is om ons op te warmen. Laten we starten met verbeteringen welke de productiviteit ten goede komen. We kijken hier naar de eerste What's New. We kunnen direct van een assembly een multi-body part creëren. Hierin worden ook direct de namen behouden vanuit de assembly en hun positionering ten opzichte van het origin. Een verandering waar ik persoonlijk heel blij mee ben, is het automatisch dimensioneren van een sketch entity als je deze aanklikt. Dat scheelt toch weer een sneltoets of een aantal muisklikken. Bij het aanmaken van een meetreference kan je nu kiezen voor het alleen creëren van de meet als de naam hetzelfde is. Bij veel herhaaldelijke meets gaat het selecteren hiervan een hoop tijd besparen. Daarnaast kan je deze mogelijkheid gebruiken om voorgedefinieerde rotatielogs te gebruiken bij concentric meets. In het volgende filmpje gaan we een stepmodel importeren. Bij het importeren van steps kan je nu een preview gebruiken om de juiste onderdelen te selecteren bij het openen van deze step. Het voordeel daarbij is dat je niet de hele step hoeft in te laden, maar alleen dat onderdeel dat jij wil hebben. Ja, en bij grote stepmodellen scheelt dat heel veel tijd en werk. Voor drawings is het nu eenvoudiger gemaakt om dangling dimensions weer te bevestigen door middel van de rechter muisknop, reattach. Dit waren een aantal highlights om de productiviteit te verhogen. Laten we snel verder gaan met highlights uit Focus on Design. Met de cloud services is het mogelijk om direct vanuit SOLIDWORKS je design te delen. De ontvanger krijgt een link en kan het design openen in zijn platform. Vanuit de share en markup functie kan feedback gegeven worden, welke ook die direct in SOLIDWORKS zichtbaar wordt. Er is veel functionaliteit toegevoegd voor het beheren van taken, processen en wijzigingen. In dit filmpje is een dashboard opgebouwd voor issue management. Links de issues met hun status erbij, nog te doen, onderhanden en in goedgekeurd. En rechts de weergave van de totaalsamenstelling. Wanneer men over het model heen beweegt en de onderdelen actief maakt, worden de bijbehorende issues ook direct zichtbaar. Direct kan men de informatie in het issue aanvullen en bijbehorende acties uitzetten. Per issue is goed te zien wie er betrokken is en welke taken aan wie toebedeeld is binnen het issue. Eventueel commentaar of vragen kunnen ook worden ingegeven. Daarbij als een openstaand voorstel goedgekeurd is, kan deze, wanneer men de juiste rechten heeft, ook het issue in status verzetten. Laten we verder gaan met de highlights op het gebied van het verbreden van onze horizon. In Xshape wordt nu een ontwerp opgezet voor het handvat van de Bowhead Bike. Met behulp van een ontwerpschets geplaatst, zie je het aanzicht en gewenste hoogte 130 mm op een van de planes, kunnen we met een basisvorm en bijbehorende vrijheden een nieuwe vorm laten ontstaan. We modelleren naar de schets toe. Het vormen van de ergonomische grip is hierin van belang. Om het handvat meer grip en uiterlijk te geven, kunnen we de kracht van het platform in gaan zetten met de X-Generative Design Apps. Na het ingeven van de randvoorwaarden van de engineer, onder andere vorm en dikte, geeft het platform een ontwerpvoorstel terug. De engineer kan het ontwerp waar nodig in Xshape aanpassen en de doorberekeningen in X-Generative Design verder laten oppakken. De revisie of branching functionaliteit maakt het mogelijk om ontwerpaanpassingen goed te beheren en te borgen. In deze video is te zien wanneer een digitaal prototype gemaakt is, dit tot leven kan komen met een 3D print hiervan. Materiaal besparen komt steeds terug in je ontwerp. Elk kilogram die je teveel moet meenemen is zonde van de energie. Maar als ik het ontwerp minimaliseer, wordt het dan zwakker of sterker of lever ik ergens anders in op eigenschappen? Als men het massieve materiaal vlak vervangt door een raamwerk, kun je sterkte behouden en gewicht besparen. Latest Design helpt je hierin mee. Defineer de vorm en de locatie van het raamwerk en er wordt een ontwerpvoorstel zichtbaar. Ook met de app kun je met revisie en branchbeheer je verschillende ontwerpen beheren en verwerken tot een definitief eindontwerp. Als techneut is prachtig om je digitaal ontwerp uiteindelijk in de praktijk terug te zien. Hopelijk zijn jullie al opgehaald. Wij wel in ieder geval. Ja. Want dit waren maar een paar kleine highlights van 2024. We stuiteren weer lekker verder. Laten we iets dieper gaan op het topic Improve Productivity. De eerste lust die we gaan bewandelen is de What's New voor SOLIDWORKS Desktop. Zoals je ziet is de lust al een stuk langer, dus laten we snel gaan kijken. Onderstaande topics zullen stuk voor stuk aan bod komen.
We starten met de user interface. De veranderingen voor 2024 hierin zijn. Grote performanceverbeteringen in 2024 met generative edges. Gebruikers kunnen nu ook prestatieverbeteringen in- en uitschakelen met behulp van GPU silhouetranden in HLR en HLG en wireframe. En bij het exporteren kan nu gekozen worden welke coördinatiesysteem aangehouden moet worden. We zien hier onder andere het verschil in performance. Links zonder de hardware acceleration en rechts met. De volgende slide laat wat zien over parts en features. In SOLIDWORKS 2024 is het mogelijk om SOLIDWORKS bestanden als een oudere versie op te slaan, tot wel 3 releases terug. Bij het Revolved Cut commando is de Flipside optie toegevoegd. De Bounding Box optie kan nu ook cilindrische vormen waarnemen. Zoals al eerder aangehaald bij de highlights, een Sketch Dimension Preview is mogelijk bij het selecteren van een Sketch Entity. Bij de Hole Wizard is het nu mogelijk om een Endpoint of een Sketch Entity als locatie te selecteren in plaats van een punt. Daarnaast kun je ook instances overslaan. Bij het gebruik van symmetrische lineaire patronen is het mogelijk om de tegenovergestelde richting te selecteren met één klik. Voor surface modeling kan er een fysieke geometrie gegenereerd worden bij een cut-off surface. En zoals bij de highlights eerder al te zien, kan een assembly direct tot een multibody part omgezet worden. Waar kan ik deze instellingen nu allemaal terugvinden? De Sketch Dimension Previews kun je aanzetten onder Systeemopties, Sketch en dan Preview Sketch Dimension when selected. Zoals eerder aangekondigd kun je SOLIDWORKS bestanden opslaan als voorgaande jaargangen. Let erbij wel op, mocht er in de files features zitten welke niet in eerdere versies aanwezig zijn, deze eerst verwijderd moeten worden. Pakken we even terug naar de voordelen van het opslaan als multibody part. Onder andere is dit een betere manier om productieactiviteiten weer te geven. Het blijft gekoppeld aan de assembly. De totale massaberekening is mogelijk. En een hoop entities die overgenomen kunnen worden. Dat waren parts en features. Laten we snel verder gaan met sheet metal en structure systems. Propagate slots. Bij het gebruik van taps en slots kan de gebruiker de slot doorzetten naar meerdere parts in een assembly. Stem tool in sheet metal parts kan nu gebruik gemaakt worden van simpelere sketches. Een verbetering op het gebied van rip commando. Rips zijn nu ook mogelijk in dunwandige, cilindrische en konische parts. Bij het gebruik van de tap en slot tool kun je de slot loodrecht op het materiaal houden. Zelfs als de tap zich onder een hoek bevindt ten opzichte van de sleuf. Voor Structure System is het nu mogelijk om automatische corner groepering toe te voegen. Nieuw corner treatment, open. Maak open hoeken voor bijvoorbeeld gebouwde connecties. En units en properties. Communiceer duidelijker doordat je nu zowel in de custom properties als de cutlist de eenheden kan specificeren. Voor het topic Insert Components is het mogelijk een configuratieomschrijving zichtbaar te krijgen in de drop-down list. Fix is de eerste optie bij het toevoegen van de component. Bij behulp van de WidMate kan automatisch de WidTap Definition opgelost worden. Ondersteunt alle WidMate Constraint Types. Nieuwe functionaliteit onder de WidMate Selection. De WidMate lost automatisch de WidTap optie op. En de WidMate Selection ondersteunt alle WidMate Constraint Types. Bij het topic Mate Reference verbetering is de naamherkenning verbeterd, maar ook de Lock Rotation Option toegevoegd. Het volgende topic, Component References. Het laatste onderwerp van deze sheet is de Component References. Component References kunnen nu in een bulk aangepast worden vanaf de top-level van jouw assembly. We begrijpen zeker dat dit even taaie stof is, maar we pakken toch nog even door. Rule-based Defeature. Automatische assembly defeature met een rule-based aanpak. De gebruiker kan zelfs templates hiervoor aanmaken en aanpassen. Previous Release. Ook assemblies kunnen als eerdere versie opgeslagen worden en zelfs 2 jaargangen teruggaan. Het laatste topic gaat over de XR Exporter Integration. Hierin is GLTF en GTB je functionaliteit toegevoegd. De Draco Compression, oftewel de draak van de oplossing, is ook toegevoegd. Component Pattern Repair, het automatisch repareren van lineaire en circulaire patronen. Maar ook het snellere repareren bij gebroken referenties in patronen. We gaan nu over naar het importeren van een step. Even wat luchtgeruststof. We gaan kijken naar het importeren van een stepmodel. Een taak waar we veel mee bezig zijn. Links de direct step import zoals we die gewend zijn. En rechts een import met de step preview filter. Zoals je ziet, een aanzienlijke verbetering in tijd. En eigenlijk slecht nieuws voor de engineer. Minder koffie! Delete missing references. Vind referenties nu met delete all missing references onder 1 klik. Flexible subassembly selection. De select flexible subassembly knop is toegevoegd onder de selectiefilter. En gebruikers kunnen nu in bulk de set to rigid commando gebruiken.
Het is nu mogelijk om een default prefix of suffix te hebben voor mirrored components. De prefix voor gespiegelde componenten kan nu aangepast worden in de Property Manager. Een standaard prefix of suffix kan ingesteld worden in het systeemmenu. En bij Virtual Part is de prefix copy-off ook toegevoegd bij deze aanpassing. Laten we verder gaan met drawings en documentation. Maak in één stap notes aan welke gekoppeld zijn aan meerdere properties. Zoals aangegeven bij de highlights eerder, reattached direct dangling dimensions is nu ook mogelijk. Bij een gebroken referentie hoef je nog alleen maar reattached te klikken en het nieuwe face te selecteren. Chain dimensions worden automatisch collineair uitgelijnd en waar nodig komt de tekst met een offset. Hoever over een dimensie en de randen waar deze aan zitten en ze worden automatisch in kleur opgelicht. Zo zie je tenminste met welk lijntje je bezig bent. Zie hier links ook het oranje voorbeeld. Kies vanaf nu ook de kleur voor handmatig overschreven dimensies. Zo weet je toch welke collega niet de echte waarde aanneemt op de rekening. En ook hier Save as Preview Version. Net zoals bij Parts and Assembly is het vertrouwings ook mogelijk om op te slaan als voorgaande versies. Bij Open in Detailing Mode zijn er verbeteringen in de performance toegevoegd. Select and Delete Multiple Layers vermindert een hoop repeterende stappen. En Exclude Hided Sketches in DXF, waar nou bij de DXF output verborgen sketches geëxclude kunnen worden in een flat pattern. Aanpassingen voor MBD. Annotation stays on top voor de nieuwe optie om DimExpert dimensions boven het model te houden, ongeacht de oriëntatie. Holdtables in 3D. Creëer holdtables in het 3D-model. En holdtables in de 3D-PDF is mogelijk. Daarnaast ook een aanpassing voor custom properties in step 2.4.2. De step 2.4.2 export inclusief custom properties is nu mogelijk. Een nieuwe optie is toegevoegd voor GTL frames om dual dimensies weer te geven. De hoek voor conische futures kunnen nu ook als halfhoekdimensies worden weergegeven. Creëer nu ook een dikte dimensie tussen twee gekromde surfaces en ook hierin reattach dangle dimensions. Ook hier kunnen dangling dimensions weer eenvoudig gedefinieerd worden. Op naar het volgende hoofdstuk voor het verhogen van productiviteit. SOLIDWORKS Visualize 2024. Nou Kevin, dit was hard werken. Tijd van nieuwe outfit. Het komt zelden voor dat een software update tegelijkertijd meer kracht en een gestroomlijnde gebruikerservaring biedt. Maar SOLIDWORKS Visualize 2024 is erin geslaagd precies dat te doen. Met een nieuw ontwerp van de manier waarop Visualize uiterlijk verwerkt, gegevens manipuleert en renderings exporteert, voelt u de verbeteringen in elk onderdeel van uw rendering workflow. Beginnend met de fundamentele bouwstenen fotorendering is het weergaveformaat ingeruild voor een geheel nieuw DSPBR model. Met het oog op flexibiliteit en consistentie is dit formaat in overeenstemming met de industriestandaarden en zal het een universeel formaat worden voor het communiceren van uiterlijke gegevens over de producten heen. Appearance Model Updates. Gloednieuw, krachtig, flexibel en toegankelijke uiterlijk formaten, de welgenoemde DSPBR. Manipulatorverbeteringen, geconsolideerd ontwerp, verbeterde interacties en toetsenbordsneltoetsen. Interface updates, bijgewerkte wizards voor meer duidelijkheid en gebruikersgemak. Het laatste topic van deze sheet zijn de verbeteringen aan de zon- en luchteffecten. Zonlichtomgevingssysteem dat de fysieke locatie, kompasrichting, tijdstip van de dag en nog veel meer mogelijk maakt. Een hergeorganiseerde bibliotheek biedt alle verschijningen in een nieuw formaat, klaar om te downloaden via drag and drop. Appearances worden georganiseerd in hun eigen subsets, waarbij alleen de toegankelijke instellingen worden weergegeven. Elk materiaal is echter gebaseerd op het volledige gebruikersmodel, dat over controles beschikt om complexe en genuanceerde verschijningen te creëren. Maar dat betekent niet dat het DSPBR-formaat moeilijk te gebruiken is. Kwaliteitrenderings worden meestal bereikt door gebruik te maken van beeldtextuurkaarten en het DSPBR-formaat is zeer geschikt voor deze stijl van workflow. Kaarten met enkele textuur kunnen eenvoudig vanuit Windows Verkenner naar het uiterlijk worden gesleept en naar een kaartsleuf worden verwezen. Als er meerdere kaarten zijn geselecteerd, verwijst het formaat naar de algemene naamgevingsconventies en worden alle kaarten automatisch in de juiste slot geladen, zodat het uiterlijk direct kan worden ingesteld. Als alternatief kunnen texturen eenvoudig één voor één worden toegevoegd door de kaartslot te selecteren en het juiste bestand te kiezen. Volledige controle over texturen en mappings is uiteraard nog steeds aanwezig met de toevoeging van enkele prettige opties. Zoals een vereenvoudigd tintgereedschap en basistools van beeldmanipulatie waarin texturen direct kunnen worden verfijnd. SOLIDWORKS Visualize 2024 verkort deze tijd drastisch met een herziene manipulator. Een nieuwe manipulator ziet er hetzelfde uit, maar biedt een betere ervaring. De manipulator markeert nu elk besturingselement,
waardoor het duidelijker wordt welke actie u gaat ondernemen. Het schaalgereedschap is nu volledig geïntegreerd, zodat de manipulator nu in alle richtingen kan transleren, zowel in elke richting, als in alle richtingen kan schalen. In elke vlakke richting kan bewegen en op elke as kan roteren. De manipulator heeft nu ook een nieuwe verborgen truc in petto. Je kunt de manipulator nu via het toetsenbord activeren en besturen. Transleren, roteren en schalen kunnen worden gestart met G, R en E op het toetsenbord. Dat uiteraard kan worden aangepast naar wens. Daarnaast kan elke modus worden beperkt door de X, Y en Z as met een tik op het toetsenbord. G gevolgd door Z verplaatst bijvoorbeeld een selectie alleen in de globale Z as. Dit zorgt voor ongelooflijk snelle en nauwkeurige bewegingen. Vooral als er meerdere items moeten worden verplaatst. Planaire bewegingen zijn toegankelijk door de ongewenste as met shift te verwijderen. G-shift Z verplaatst bijvoorbeeld de selectie in het XY vlak. Nog krachtiger is dat een lokale as kan worden geactiveerd door tweemaal op de as te tikken, wanneer de selectie niet is uitgeleid met de globale as. De lokale Z-as is nog steeds toegankelijk, zelfs wanneer de groep wordt geroteerd met een tweede tik op de Z-toets. Verschillende interface-elementen hebben voor 2024 een facelift gekregen, maar de Output Wizard is een van de meest gebruikte tools in het dagelijks werk. Met handige opties zoals voorinstellingen, die kunnen worden aangepast voor veel gebruikte instellingen, tot overzichtelijke tabbladen die alleen de noodzakelijke informatie bevatten. Controle over configuraties, meerdere camera's en modellensets is nu net zo eenvoudig als het selecteren van de gewenste exportformaten in de vervolgkeuzelijsten. Complexere uitvoer zoals interactieve renderingsweergave is ook vereenvoudigd. Animation frames kunnen nu worden gebruikt als interactieve invoer, wat allerlei creatieve opties voor interactief afspelen opent. Interactieve outputs kunnen nu zelfs rechtstreeks in de output viewer worden bekeken en worden geëxporteerd voor weergave in 3D Swim op het platform. Ik ben benieuwd hoe met deze aanpassing hoe Oscar en Katniss eruit komen te zien in de volgende filmpjes. Zonlichtomgevingen kunnen nu worden toegevoegd om te zien hoe producten er in real-time en op een plaats uit zullen zien. De zonlichtomgeving biedt een bijgewerkte kompasroos, zodat het noorden handmatig of via selectie op het model kan worden ingesteld. Een vervolgkeuzelijst voor positie of coördinaten eenvoudig kan worden geplakt. Een aanpassing van de tijd van de dag en nog veel meer. Een bijgewerkte animatiewisser biedt nu besturingselement waarmee u snel en eenvoudig animaties van een product kunt instellen gedurende een dag of gedurende een bepaalde tijdsperiode. Dus Katniss en Oscar, die zullen in de eerstvolgende rendering op het strand liggen? Het is eenvoudiger en sneller dan ooit tevoren om je product er zo geweldig mogelijk uit te laten zien met SOLIDWORKS Visualize 2024. Kort samengevat, gloednieuw, krachtig, flexibel en toegankelijk uiterlijk formaat DSBBR. Manipulatorverbetering, geconsolideerd ontwerp, verbeterde interactie en meerdere toetsenbord sneltoetsen. Een interface updates, bijgewerkte wizard voor meer duidelijkheid en gebruiksgemak. En verbetering voor de zon en lucht. En nu dan, stiekem eigenlijk wel ons kindje. SOLIDWORKS PDM. En Manage. In deze sheet zullen we vele nieuwe verbeteringen gaan behandelen. Checkout en change state. Het gebruiksgemak en efficiëntie bij het overzetten van bestanden. Assemblage visualisatie. Visualiseer PDM eigenschapinformatie rechtstreeks op uw model. Bekijk de checkout geschiedenis. En die is wel heel handig. Want we konden in de history alleen het check-in zien. Maar nu kunnen we ook terugzien wanneer die uitgecheckt is. Verbeterde traceerbaarheid. Opnieuw ontworpen versietabblad. Betere inzicht in de lokale en laatste status van uw ontwerp. In SOLIDWORKS 2023, SP3, was het genoemde stuklijstverbetering al toegepast. Een verbeterd inzicht bij het vergelijken van stuklijsten en een verhoogde efficiëntie bij het bewerken van meerdere cellen. Verbeterde beveiliging. Blokkeer referentiegegevens van mensen zonder toegangsrechten. Ook verbeterde beveiliging onder het tapje Contains en Where Used. Web2 verbeteringen. GridView maakt het gemakkelijk om bestanden te identificeren, wat al mogelijk was in SOLIDWORKS 2023 SP2. Selecteer de versie die u wilt downloaden. Laatste topic van deze sheet is de administration gedeelte. Er zijn nieuwe machtigingen toegevoegd op het gebied van licenties, maar de meest belangrijke is... Statussen die niet meer gebruikt worden in de workflow kunnen nu in het archief gezet worden. En weet je wat het meest belangrijk is, Raymond? Vertel eens. Het is al bruikbaar in 2023. Snel op onderzoek. Laten we eens kijken naar een vergelijking om de performanceverbetering in 2024 te verduidelijken. Links zien we PDM 2023, rechts PDM 2024. We zien een kopieeractie van 96 files, vervolgens een state change en uiteindelijk een copy tree. Het lijkt dat rechts wel versneld afgespeeld is, maar dit is in dit geval zeker niet het geval. Enige nadeel wat eraan kreeg, Raymond? We hebben hem al eerder benoemd. Ja, minder koffie. Vanaf nu is in Dispatch
ook mogelijk om serienummers te gebruiken in de volgende acties. Bestanden verplaatsen en hernoemen of het instellen van kaartvariabelen. Daarnaast is de state change ook terug te vinden in de search tool. Met daarbij de sneltoets Ctrl-T. Ah, dat is een makkie. Private States Permissions. Nieuw folder permissions om de mogelijkheid in te schakelen om bestandsdetails van privé staatsbestanden te bekijken voor andere gebruikers dan de beheerder. Zie hier een aantal nieuwe standaard systeemvariabelen die zichtbaar gemaakt kunnen worden in de File Explorer kolommen of een add-in. Verder met SOLIDWORKS Manage. Webclient heeft nu ook geïntegreerde e-drawings voorbeeld. De webgebaseerde Viewer e-drawings is nu inbegrepen voor het bekijken van CAD-bestanden. Dit neemt complexiteit weg en maakt sneller bekijken en meten mogelijk. Desktop Client Preview verbeteringen. Desktop e-drawing preview heeft nu maat en ambient occlusion. Administration User Logs. Leg je loginformatie vast zonder dat elke gebruiker deze hoeft in te schakelen, waardoor je gemakkelijk toegang krijgt tot troubleshootingsdata. Nieuwe e-mail service opties. E-mail doorstuurservices van derden kunnen nu worden gebruikt om e-mails te verzenden. Ondersteuning van Brevo en SendGrid services. Elimineert de noodzaak om e-mail via het bedrijfssysteem te verwerken. PDM Administration Synchronization Dialog. Het synchronisatiedialoogvenster is opnieuw ontworpen om radio buttons te gebruiken. Gemakkelijker te begrijpen welke synchronisatiemethode zal worden gebruikt. Vernieuw de link naar third parties. Koppelingen naar velden van derden kunnen nu in bulk worden vernieuwd. Alleen beheerders kunnen het volledige object bijwerken. Stroomlijnt updates voor nieuwe of gewijzigde velden. Record Display Options. De recordweergave optie TopX of Paging kan nu op objectniveau worden ingesteld. Eenvoudiger te configureren objectweergave. Project- en procesmappen. Mappen kunnen nu worden toegevoegd onder project- of procesobjecten. Automatische verplaatsing kan ook worden geconfigureerd. En het biedt een betere organisatie van de gegevens en eenvoudigere toegang. Het volgende hoofdstuk voor het verhogen van productiviteit SOLIDWORKS Simulation. Verbeter de lage connector. Meer realistische stijfheidscontroles bij gebruik van de lage connector. Kopiëren FEA-onderzoeken. Bevat opties om mesh en of resultaten uit te sluiten met een nieuwe kopie. En sla mesh en resultaten automatisch op naar voltooiing. Convergentie controleplot. Identificeert locaties met contactconvergentieproblemen. En verbetering in meshprestaties. Bespaar tijd door de mesh automatisch naar identieke lichamen te kopiëren bij gebruik van de blended curved based mesher. Automatiseer plastic studies. Verbeter de gebruikservaring met behulp van Batch Manager. Vergelijk resultaten. Bekijk en vergelijk maximaal 4 verschillende resultaatgrafieken met behulp van de gesplitste weergavevensters. Hot en cold runner domains. Defineer snel hot en cold runners in je studie. Verbetering in meshing. Het opslaan en bekijken van een mesh is sneller en eenvoudiger dan ooit. Het volgende hoofdstuk voor het verhogen van de productiviteit, SOLIDWORKS Electrical. Autoblon in 2D-kasten. Betere documentatie met geautomatiseerde, flexibele annotaties. Componenten worden gemarkeerd als range in rapporten. Vergroot de leesbaarheid en bespaar waardevolle tekenruimte. Verplaatsen met de pijltjetoetsen. Selecteer en verplaats direct met de pijltjetoetsen. Informatie over productieonderdelen wissen. Verwijder resterende terminalnummers volledig op componentniveau en bespaar kostbare tijd. Rastergrootte automatisch aanpassen. Gemakkelijker werken met lijn en schematische tekening op grote monitoren met hoge resoluties. En nu Electrical 3D. Route Active Location Only. Bespaart tijd door het automatisch maken van routes te beperken tot specifieke gebieden. Filteronderdelen van de fabrikant. Het proces van het invoegen en associëren van 3D-onderdelen is vereenvoudigd. Het voorkomt ook verwarring. Dupliceren met gekoppelde samenstelling. Kies of u de link van SOLIDWORKS Assembly in een gedupliceerd project wilt verwijderen of behouden. Align Preview. Verminder inspanning om de SOLIDWORKS component in de 3D-kastindeling uit te lijnen. Stel de lengte van meerdere rails en kanalen in. Defineer de lengte van meerdere rails en kanalen tegelijk, waardoor klikken worden verminderd en tijd wordt bespaard. Naamgeving Kabelfunctie Manager. Identificeer draden eenvoudig op basis van slimme namen in de Feature Manager. Flatten Discrete Wires. Nieuwe modelleringsworkflow die elektrische routes toevoegen als afzonderlijke segmenten of als groepen afzonderlijke draden. De volgende stap in onze tour is focus op design. Op deze sheet staan 2 topics benoemd. Het verhaal van Bohead, wat we al eerder in het introductiefilmpje hebben kunnen bekijken, maar ook de cloud services. Laten we eerst eens kijken hoe Bohead deze nieuwe cloud mogelijkheden dagelijks gebruikt.
We are using the platform to store all of our CAD data, all of our test reports and non-CAD documentation on 3D space app of the platform. We use the maturity states to control if a particular document or part file or drawing is being worked or if it's released. This kind of helps us to understand what is the latest revision or what is the latest state of a drawing or a file. So prior to using the platform, revision control was basically renaming your part file to be revision 1.1, 1.2. There were instances where there was a final revision, then there was a final revision. So we were using computers, but it felt like we were using Stone Age technology just to manage revisions. When you're working with a complex product like ours, it is very important that you stay on top of the changes. And changes can come from a lot of places. It can come from your shop floor, it can come from the designers, or it can even come from your customers. So it is then important to understand how easy or how difficult it is for you to change something in the system and how a simple change affects every other thing, be it in your assembly or be it in your processes. Platform interface was based out of a browser, so it brings in familiarity of the browser to your day-to-day interaction with it. One of the things that I really enjoyed was giving access to the platform to other non-CAD users in the company who needed to be a part of the platform because they do so much with the data that is on there. And I didn't really have to hold their hand and teach them. I just had to send them a link where they created their user credentials and they started using the system like pros from day one. Deel een bestand. Geef gecontroleerde toegang tot uw ontwerpen met slechts één klik. Er wordt automatisch een e-mail met een link naar uw bestanden gegenereerd en verzonden. Geen viewers om te installeren. Laat iedereen met een browser uw modellen bekijken. Afmetingen toevoegen. Voer metingen uit ter beoordeling of voor uw commentaar op het model. Create markups. Schets ontwerpideeën direct op het model. En geef opmerkingen. Werk eenvoudig samen met uw collega, partners en leveranciers door direct opmerkingen toe te voegen. Integratie van taakvensters. Feedback beoordelen zonder SolidWorks ooit te hoeven verlaten. Revisiebeheer. Creëer nieuwe revisies door simpelweg uw ontwerp op te slaan. Revisietabellen. Revisietabellen voor tekeningen worden automatisch ingevuld. En het opvolgen van uw ontwerpstatus. Beheer de status van uw ontwerp zonder creatieve bestandsnamen of het verplaatsen van uw ontwerp naar een nieuwe map. Veilige, cloud-gebaseerde opslag. Het 3D Experience platform is uw online ontwerphub. Krachten zoeken en integratie. Vind en monteer snel uw ontwerp. Revisie vergelijk. Identificeer eenvoudig wat er tussen twee revisies veranderd is. Verkennen van de productstructuur. Bekijk uw ontwerp, de structuur en aangepaste eigenschappen. Allemaal vanuit één webbrowser. Ontwerpfilters. Filter uw structuur en modelaanzicht eenvoudig met tags. Routes. Breng structuur aan in uw engineeringsprocessen. Design Issue Management. Visualiseer openstaande ontwerpproblemen rechtstreeks op het model. Presentaties exporteren. Maak teamontwerpupdates eenvoudig met een vooraf opgemaakte presentatieschabloon. Ontwerpteams hebben verschillende behoeften. Velen willen efficiënter communiceren met hun partners. Sommigen hebben betere manieren nodig om hun gegevens veilig op te slaan en te herzien. En weer anderen willen structuur aanbrengen in de processen van het team. Dus hoe lost u deze behoefte op zonder dat uw creativiteit op de achtergrond komt bij de dagelijkse bestandsbeheertaken? Ja. Met clouddiensten zijn handige tools zoals ShareFile, waarmee u de weerstand wegneemt die gepaard gaat met delen van de ontwerpen, zowel intern als extern. Geef eenvoudig aan of je input wilt op het ontwerp, met wie je het ontwerp wilt delen en welke feedback je zoekt. Geen bestandsbijlagen of viewers om te downloaden. Gewoon een melding met een link die gecontroleerde toegang tot uw inhoud vanaf de browser mogelijk maakt. Er kunnen afmetingen opgenomen worden. Er kunnen schetsen op het model worden gemaakt om ontwerpideeën over te brengen. En er kunnen markeringen worden toegevoegd vanuit meerdere weergaven om de productiesuggesties over te brengen. Wanneer u klaar bent, wordt de opmaak vastgelegd in de opmerkingen en kunt u deze gebruiken om aanvullende informatie op te vragen. Het beste is dat u SolidWorks nooit meer hoeft te verlaten. U kunt rechtstreeks vanuit het taakvenster toegang krijgen tot eventuele opmerkingen en markeringen. Ze bevatten niet alleen toegevoegde annotaties, maar onthouden ook de oriëntatie van het model, waardoor u de feedback gemakkelijk kunt begrijpen. Wanneer het tijd is om ontwerpwijzigingen aan te brengen,
heeft Cloud Services RevisionBeheer ingebouwd dat net zo eenvoudig is als het opslaan van het model of de tekening. Voeg eenvoudig een notitie toe die aangeeft wat er veranderd is en uw revisie wordt veilig opgeslagen in de cloud. Op de tekening wordt de revisietabel automatisch voor u bijgewerkt met uw wijzigingsopmerkingen. Bovendien kunt u de voortgang van uw ontwerp volgen door simpelweg de status ervan bij te werken. U hoeft geen bestanden naar nieuwe mappen te verplaatsen. Gewoon een handige tools, Raymond, om het leven van een engineer makkelijker te maken en de focus te houden op je ontwerp. Nu de nieuwe revisie beschikbaar is, kunt u ervoor kiezen om de tekening als PDF te delen met de leverancier of update de share met het nieuwe ontwerp. Hoe dan ook, jij hebt de controle over de toegang. Het 3D Experience platform is uw online ontwerpomgeving. Dankzij de krachtige zoekmogelijkheden kunt u uw ontwerpen gemakkelijk vinden en samenstellen. Waarbij uw favoriete functies, zoals referenties, volledig worden ondersteund. Als het gaat om samenwerken met uw team, kan elk lid het gedeelte van het ontwerp waaraan zij werken vergrendelen. Zodat uw ontwerpwijzigingen niet per ongeluk worden overschreven. Omdat uw ontwerpen veilig in de cloud zijn opgeslagen, heeft u overal toegang. Bekijk een voorbeeld van uw ontwerp rechtstreeks in de browser en profiteer van krachtige mogelijkheden, zoals het vergelijken van ontwerprevisies. Ontdek de structuur van uw ontwerp met ingebouwde zoekfunctie, zodat u eenvoudig naar een interessant onderdeel kunt navigeren. Concentreer u op het onderdeel en krijg toegang tot alle bijbehorende aangepaste eigenschappen, zonder ooit SolidWorks te hoeven openen. Gebruik de handige tags om uw ontwerpen op status te filteren en formaliseer uw vrijgraafproces door uw ontwerpen naar een route te slepen. Voor routes kunnen lineaire of parallele goedkeuringstaken worden toegewezen aan leden van uw team. Zodra de taken zijn voltooid, heeft u volledige toegang tot de goedkeuringsgeschiedenis en wordt de status van de bijgevoegde ontwerpen automatisch bijgewerkt. U kunt niet alleen uw goedkeuringsprocessen beheren, maar u kunt ook ontwerpproblemen volgen en oplossen. In tegenstelling tot traditionele lijsten kunnen deze items direct op het ontwerp worden gevisualiseerd. Locatietags geven feedback over wat de uitdaging is en wie deze heeft geïdentificeerd. Gedetailleerde beschrijvingen en aanbevolen acties worden beschreven en kunnen worden bijgewerkt met de actie die is ondernomen en de oplossing die erbij hoort. Er wordt verwezen naar de CAD-items. En om ervoor te zorgen dat niemand dubbel werk doet, kunnen de problemen worden toegewezen aan specifieke leden van uw team. En remarks zorgen voor sociale feedback die verbonden blijft met de uit te voeren taak en niet verloren gaat aan uw e-mail. Wanneer u klaar bent, kunt u het probleem bijwerken door eenvoudig drag en drop te gebruiken. En een vooraf opgemaakte presentatie exporteren om uw team up te daten bij de volgende ontwerpbeoordeling. En Kevin, nu komt het. Dit is nog maar het begin. Cloud Services openen de deur naar de ontwerptools van de volgende generatie. Krachtige simulatie en intelligentieproductie die uw doorvoer kunnen versnellen. Houd uw focus op het ontwerp met Cloud Services, onderdeel van 3D Experience Work Governance Portfolio. En beschikbaar met nieuwe en geüpdate SolidWorks licenties. Dit was Focus on Design. Laten we snel verder gaan met het laatste waypoint op deze kaart. Biedt zoveel meer dan wat we tot nu toe vandaag hebben gezien. Ik ben benieuwd, Kevin. We gaan de reis maken om te zien wat de toekomst ons gaat brengen. Ontwerp van de volgende generatie, krachtige simulatie en slimme productie. Laten we beginnen met het ontwerpen voor de volgende generatie. Eerder in deze webinar hebben we al kunnen zien dat het handvat gemodelleerd werd. Met X-Shape is dit gebeurd. Subdivision modeling. Gebruik freeform sculpting om complexe vormen en oppervlakten te genereren. Soft selection. Breid de invloed van de manipulator proportioneel uit om grotere gebieden te modelleren. Net surface. Maak een onderverdelingsoppervlak van bestaande schetsen of curven. Reflect. Genereer een bewerkbare, symmetrische kopie van een subdivision surface. Subdivision alignment tools. Lijn onderverdelingsentiteiten uit op elkaar of op aanvullende schetsen en modelgeometrie. Working zone. Defineer het gebied van het mesh dat kan worden bewerkt in een onderverdelingsoppervlak. Copy and paste subdivision. Dupliceer een onderverdelingsoppervlak. Advanced surface views. Sculpt terwijl u het normale oppervlak, de onderverdelingskooi of vanuit een doorsneden aanzicht bekijkt. Deze sheet laat wat zien over X-Design. System status. Zorg voor een sterke serververbinding. Specificeer de krachtige grafische verwerkingseenheid, de welbekende GPU. En failure identification. Visuele feedback voor het lokaliseren van foutpunten van elementen, waaronder verdikking, afronding en verschuiving. Print 3D. Modelleren voorbereiden voor additieve productie in een aangepast virtueel bouwvolume. Ondersteuning en laagvisualisatie. Slimme vrienden, Raymond. Smart Mates. Componenten slepen en neerzetten om mates automatisch toe te passen. Selectief opslaan. Kies welke subassemblage en componenten u wilt opslaan. En lock states.
vergrender modellen om gelijktijdige wijzigingen door meerdere gebruikers te voorkomen. Generative Design. Algoritmisch ontwerp. Combineer visuele scripting en 3D-modellering. Voronoi operator. Verdeel een bestaand oppervlak met behulp van het Voronoi-algoritme. Parametric operators. Voer algoritmisch ontwerp uit met bekende commando's zoals thicken, add, boolean, split en nog veel meer. En integratie met X-apps. Schakel tussen ontwerpapps zoals X-Design en X-Shape om de originele geometrie bij te werken. X-Generative Patterns passen automatisch in het bijgewerkte model. Roze ontwerptoepassing. Lattice Design Application. Lichtgewicht componenten met behoud van structurele integriteit. Lattice Design Assist. Geïntegreerde stapsgewijze handleiding voor het selecteren van een onderdeel, holtes en roostertypes. Lattice Structure Options. Maak uw eigen of kies uit een selectie van voorgeladen roostercelstructuursystemen. Roostercellen kunnen qua grootte, dikte en oriëntatie worden bewerkt. Uw SolidWorks ontwerpen evalueren voortdurend. En als de inspiratie toeslaat, kunnen uw ideeën niet worden beperkt door het CAD-systeem. 3D Experience Works ontketent uw creativiteit en brengt uw ideeën tot leven met de volgende generatie cloud-gebaseerde tools voor vrije vorm, onderverdeling en traditioneel parametrisch modelleren, algoritmisch ontwerp en nog veel meer. Alles wat u maakt, integreert naadloos met uw SolidWorks ontwerp. Ingebouwde samenwerkingstools maken het gemakkelijk om ideeën en feedback te delen, ontwerpproblemen te documenteren en te markeren en georganiseerd te blijven met teamopdrachten. Kijk en zie hoe je 3D modelleringstoolbox kunt uitbreiden om je SolidWorks ervaring te verbeteren en eindeloze ontwerpmogelijkheden te ontgrendelen. Begin je ontwerp met referentieafbeeldingen of ga meteen aan de slag met sculpturing met X-Shape. Het subdivision modeling begint met een primitieve vorm. Je kunt de parameters voor grootte en mesh aanpassen. Gebruik de manipulator om het oppervlak te duwen en te trekken als een digitale klei. U hoeft geen uren te besteden aan het maken van schetsen en het aanbrengen van oppervlaktekenmerken. Snap entiteiten op een lijn waar u kunt klikken en de eindpunten ervan kunt verslepen. Als u meer details in uw oppervlak nodig heeft, kunt u vlakken onderverdelen of extruderen of geheel nieuwe randlussen invoegen. Voeg gekreukte randen toe aan uw oppervlak voor stijl en functionaliteit en pas de gladheid en ruwheid ervan aan. Wanneer u modelleert op basis van 2D-schetsen, kunt u van het ene profiel naar het andere profiel springen en aanpassingen maken. Lijn uw oppervlak uit met een curve die u met uw cursor op het scherm kunt tekenen. Kopieer en plak eerdere oppervlakken om een nieuwe concept te verkennen. Schaal ze indien nodig en ga verder met Sculpture. Gebruik de Reflect Tool om een gespiegelde kopie van uw onderverdelingsoppervlak te maken. Ga tijdens het modelleren naar een doorsnedeweergave en vergeet niet de maakbaarheid te controleren met Concept Analyze. Wanneer u de kwaliteit van uw oppervlak controleert, gebruikt u de Mesh Inspection om kruisende elementen te identificeren. De Cage View toont de mesh waaruit het gebogen oppervlak wordt gegenereerd. Wanneer u zich op een deel van de oppervlak moet concentreren, isoleer dit dan met de werkzone, zodat de rest van het model onaangeroerd blijft. Naarmate uw oppervlak complexer wordt, kunt u de zachte selectie gebruiken om meer hoekpunten tegelijkertijd te beïnvloeden. Pas de invloedsradius aan om alleen de gebieden te vormen die u echt nodig heeft. Maak delen van de oppervlak plat om als schetsvlakken te gebruiken. Profiteer van de parametrische functies van X-Design. Of breng uw onderverdelingsoppervlak over naar SolidWorks om soortgelijke details toe te voegen. Als u besluit in de cloud te blijven, kunt u prestaties volgen via de systeemstatus. Schakel direct over van een afronding naar een afschuiving. Sla de schets over en begin met het extruderen van vlakken. De superfuncties kun je schakelen tussen extrude, revolve en sweep. Je kunt zelfs stoppen en een nieuwe schets maken terwijl je midden in de andere opdracht zit. Maak gebruik van zowel cosmetische als fysieke draadopties voor gaten en noppen. Bij het verdikken van vlakken worden eventueel problematische gebieden gemarkeerd, zodat u uw oppervlak of dikte kunt aanpassen. Met de Single Modeling Environment kunt u nieuwe componenten maken op basis van features of bodies en wordt het herschikken van uw componenten en subassemblage eenvoudiger dan ooit. Wanneer uw model erom vraagt, schakelt u naadloos over naar andere cloud apps voor verschillende soorten ontwerpen. X-Generative Design hanteert een algoritmische benadering van modelleren, waarbij interactieve 3D-geometrie en visuele scripting worden gecombineerd. Gebruik operatorboxen om snelle en complexere patronen te genereren en uw model te zien evolueren. Als er ooit wijzigingen nodig zijn in de oorspronkelijke geometrie, waardoor de patronen automatisch bijgewerkt. Gebruik de ingebouwde levenscyclus-tool om de herziening en vertakkingen van uw ontwerp te verkennen en te organiseren. Bereid prototypes voor met ingebouwde tools voor additieve productie. Maak verbinding met een cloudmachine of voer aangepaste statistieken in die overeenkomen met het bouwvolume en de technologie van uw machine. Visualiseer de vereiste ondersteuning afhankelijk van de overgangsdrempel die specifiek zijn voor uw 3D-printer.
en anticipeer op die Tiny Foam een aangepast voorbeeld van de laaghoogte. Exporteer in de nieuwste additieve productieformaten om van digitaal formaat naar fysiek product te gaan. Subdivision modellering is geweldig voor dit soort ergonomische ontwerpen. Maar u kunt het ook gebruiken om stijl te voegen aan structurele componenten. Gebruik de opdracht Flex om uw oppervlak in een bepaalde richting smaller te maken. Lijn uw selectie uit met een schets of een curve in het model. Ga van een kaderselectie naar een lasso en lijn hoekpunten met elkaar uit. Gebruik booleans opdrachten zoals combine en subtract om workflows met meerdere entiteiten. Voeg gaten toe aan uw model vanuit een uitgebreide bibliotheek met standaardformaten. Uw favoriete parametrische oppervlaktegereedschappen zijn beschikbaar wanneer u ze nodig heeft. Maar u kunt ook het schetsen gebruiken om een onderverdelingsoppervlak te definiëren en het vervolgens in de gewenste vorm te sculpten. Profiteer van andere toepassingen zoals lattice design om componenten lichter te maken en de structurele integriteit te verbeteren. De Lattice Design Assistant leidt u stap voor stap door het proces. Specifieer eerst het gebied voor het genereren van roosters en selecteer vervolgens het type rooster dat u wilt toepassen. Creëer uw eigen celstructuur of kies er een uit het keuzemenu. Pas de grootte, vorm en richting van het rooster aan en genereer een wireframe voorbeeld. U krijgt uiteindelijk een aangepaste veelvlak, samengevoegd met je originele geometrie. En nogmaals, de ingebouwde lifecycle tools helpen u georganiseerd te blijven terwijl u experimenteert met verschillende roosterontwerpen, de zogenaamde branching. Wanneer het tijd is voor een redesign op uw assembly, vervangt u elk onderdeel door een nieuw onderdeel of revisie. Zoek naar andere componenten en sleep ze naar uw assembly. Begin met het selecteren van faces om meets tussen componenten toe te voegen. Spiegel componenten over een vlak om een symmetrische kopie te maken. Sleep bevestigingsmiddelen en zet ze neer om meets direct toe te voegen. AI voorspelt de plaatsing van soortgelijke componenten en koppelt deze op een plaats. U kunt zien wanneer uw teamgenoten een component in uw assembly hebben vergrendeld en u kunt de vrijgave ervan aanvragen zonder uw modelleringssessie te verlaten. Gebruik een gekoppelde montage om bewegingen in de echte werelden en uw ontwerp te visualiseren. Alles wat u met deze cloud ontwerping tools maakt, kan naadloos worden geïntegreerd met SolidWorks modellen. Voeg uw model toe als deliverable, zodat uw team niet hoeft te zoeken. En laat uw manager weten dat uw werk gereed is voor beoordeling, door het op een in-goedkeur status te zetten. Het volgende hoofdstuk gaat over krachtige simulaties. Structural simulation. Analyseer ontwerpen voor lineair en niet-lineair gedrag. Gebruik expliciete dynamische mogelijkheden om complexe impactscenario's op te zetten, zoals crash- en valtesten. Nauwkeurig grote vervormingen en contacten oplossen. Assistant panel. Gebruik de stapsgewijze handleiding om de structurele analyse op te zetten. Randvoorwaarden en belastingen. Voeg inputs toe om scenario's uit de echte wereld te repliceren. Random vibrations. Simulaties opzetten om de effecten van dynamische belasting te onderzoeken. Voeg vermogensspectrale dichtheidscurve toe. En doorloop verschillende spanningen op hun overeenkomstige frequenties. Materialen. Maak een keuze uit een uitgebreide database of een aangepaste database. Kalibreer materiaalmodellen op fysieke testgegevens. En Physics Simulation Review. Organiseer en deel resultaten zodat iedereen ze in de browser kan bekijken. Structural Analysis. Statische simulatie opzetten om het gedrag van onderdelen onder stress te onderzoeken. Bekijk de spanningen van von Mises stresses en de veiligheidsfactor om de resultaten te bevestigen. Duurzaamheidsanalyses. Definieer gebeurtenissen met druk- en trekcyclische belastingscenario's. Maak een log of live grafiek aan om vermoeidheidsverhalen te voorspellen. Gegevens over vermoeidheid, de fatigue data. Maak een keuze uit een uitgebreide materiaalbibliotheek waarin vermoeidheidsgegevens zijn opgenomen of maak een aangepaste materiaalbibliotheek. Plastic flow. Onderzoek de vul-, verpakkings- en koelfase om de plasticstroom tijdens het spuitgietproces te voorspellen. Guided Assistant Panel. Geïntegreerde stapgewijze handleiding voor het definiëren van componenten, kunststofmateriaal en spuitgietparameters. Plastic defects. Identificeer zinksporen, luchtbellen en lastlijnen. Voorspel nauwkeurig grondtrekken met de krachtige abacusoplossing. En dan verder met een Fluid Mechanic Engineer. Behandel complexe modellen. Geautomatiseer de hex-dominante meshing om complexe modellen snel en nauwkeurig op te lossen. Mesh en solve met behulp van cloudbronnen, maximaal 144 kernen. Dat is een hoop power in de cloud. Gratis oppervlaktesimulatie om de impact van bewegende vloeistoffen te begrijpen. Gebruik geavanceerde turbulentiemodellen. Guided workflows. Gebruik het assistant panel om eenvoudig de onderzoeksgrenzen en de vloeistofparameters te definiëren. Krachtige visualisatie van resultaten. Maak plots en streamlines om vloeistof en thermische stromingen te visualiseren in een steady state en transistent study. Verder met de electromagnetic engineer.
antenne design. Voorspel antenneprestaties. Genereer eenvoudige fairfields en elektrische veldplots. Device placement. Onderzoek de prestatie in complexe omgevingen. Voorspel interventies tussen apparaten. Hybride simulatietaken. Los grote modellen efficiënt op door meerdere solvers te gebruiken. Uw SOLIDWORKS ontwerp evolueert voortdurend. Maar hoe weet u of ze gaan werken? 3D Experience Worst Simulations, mogelijk gemaakt door de toonaangevende Abacus Solver, geeft jou de mogelijkheid om complexe ontwerpen virtueel te valideren zonder prototypes te hoeven maken. Dankzij de ingebouwde samenwerkingshulpmiddelen kunt u het eenvoudige problemen in uw ontwerp documenteren en volgen en uw teamopdrachten georganiseerd houden. Laten we eens kijken hoe u de multi-physics simulations kunt gebruiken om verschillende delen van uw ontwerp te analyseren en ervoor te zorgen dat uw klant het beste product krijgt. Okay. Gewichten en productieoverwegingen zorgen voortdurend voor veranderingen in het ontwerp. Maar u moet ervoor zorgen dat structurele prestaties nog steeds aan uw ontwerpeisen voldoen. Met het Assistant Panel kunt u eenvoudig simulatie instellen. Selecteer materiaal uit de uitgebreide bibliotheek. Pas randvoorwaarden en belastingen toe om scenario's uit de echte wereld te repliceren. Zodra de resultaten zijn gegenereerd, kunt u de veiligheidsfactor bekijken om uw wijzigingen te valideren. Verder kun je de effecten van die dynamische belasting, zoals willekeurige trillingen, onderzoeken. Het is eenvoudig om de bounding frequencies en de PSD-curve te definiëren en uw onderzoek naar willekeurige trillingen uit te voeren. Stress- en verplaatsingsresultaten geven u inzicht in hoe de assembly zich gedraagt tijdens willekeurige wijzigingen en geven u het vertrouwen dat u nodig hebt om het beste ontwerp vooruit te helpen. Het delen van uw ontwerpen en het samenwerken met uw teamgenoten is eenvoudig dankzij de ingebouwde collaboration tools. En soms is een lineaire statische simulatie gewoon niet genoeg. Cyclische belastingen van druk en trekspanningen kan vermoeiingsgerelateerde storingen veroorzaken die moeilijk te voorspellen zijn. Met 3D Experience Works Simulation kunt u nu eenvoudig de levensduur van uw onderdeel valideren. Met de ingebouwde bibliotheek kunt u het materiaal met vermoeiingsgegevens selecteren of uw eigen materialen creëren. Defineer de randvoorwaarden en pas de belastingen toe. De grafische afbeeldingen op het scherm laten je weten dat de krachten de goede kant op gaan. De resultaten laten zien wanneer en waar uw onderdeel zullen falen. Zelfs bij lage cyclusvermoeidheid. Dankzij de nauwkeurige integratie tussen SOLIDWORKS en de 3D Experience Work Simulation kunt u eenvoudig ontwerpwijzigingen doorvoeren en de simulatie opnieuw uitvoeren. Zonder dat u de verschillende bestandstypen hoeft te importeren en te exporteren. Meestal een tijdrovende klus. Vergelijk de resultaten en zie hoe geïnformeerde ontwerpwijzigingen de levensduur van uw onderdelen kunnen maximaliseren. Begrijpen hoe plastics in materiaalholtes stroomt is van cruciaal belang voor de kwaliteit van uw onderdeel. Historisch gezien is jarenlange ervaring de enige manier geweest om kostbare defecten van herbewerking van gereedschap te voorkomen. Met 3D Experience World Simulation krijgt u uw engineers krachtige tools van kunststofanalyses in handen. Materiaal uit een ingebouwde kunststofbibliotheek toepassen en spuitgietparameters instellen. Met de installatietools kunt u de automatische poortlocaties vinden en instellen. Of een aangepaste poort maken. U ziet meteen enkele zware zinksporen die niet wenselijk zijn bij uw onderdelen van hoge kwaliteit. Dit inzicht helpt u bij uw ontwerpbeslissingen en een optimale oppervlaktekwaliteit te garanderen en ontwerptoleranties te handhaven. Wanneer het plastic afvoelt, krimpt het en trekt het krom. En je moet weten hoeveel. Met nauwkeurige kromtrekkingsberekeningen kunt u uw ontwerp nu nauwkeurig schalen om de pasvorm, vorm en functie te behouden. Het valideren van uw kunststofcomponenten elimineert kostbare en tijdrovende matrijswisseling en geeft u het vertrouwen om met grote volumes aan de slag te gaan. Wanneer u uw ontwerp stroomlijnt voor een verbeterde aerodynamica, wilt u begrijpen hoe de lucht er omheen stroomt. Dankzij de krachtige fluid dynamics mogelijkheden binnen 3D Experience Works Simulation kunt u eenvoudig de grenzen van uw studie definiëren, de windsnelheid instellen en de krachtige hex-dominante meshing gebruiken om complexe samenstellingen nauwkeurig in elkaar te passen. Met krachtige cloud computing kunt u uw bronnen eenvoudig schalen om complexe simulatie aan te passen. Ontdek stroomsnelheden, drukvelden en stroomlijnen om u te helpen het vloeistofgedrag in en rondom uw ontwerp te valideren, zodat u de levensduur van de batterij kunt maximaliseren en de efficiëntie van de rijder kunt verhogen. Connectiviteitprestaties zijn een cruciaal ontwerpaspect van elektromagnetische apparaten. 3D Experience Works Simulations. Krachtige CST Studio Suite Technology stelt u in staat de plaatsing van dergelijke apparaten te simuleren wanneer ze met elkaar in contact komen. Door farfield en elektrische velddiagrammen van verschillende posities en oriëntaties te bekijken, kunt u wel overwogen beslissingen nemen over hoe de plaatsing en materialen van de antenne en de connectiviteit kunnen beïnvloeden. Hierdoor kunt u de prestaties visualiseren en de signaalintegriteit optimaliseren. Met 3D Experience Work Simulation
beschikt u over de kracht om complexe ontwerpuitdagingen op te lossen. Aangedreven door de toonaangevende Abacus-oplosser heeft u toegang tot de krachtige Multiphysics Simulation mogelijkheden, waarmee u uw ontwerp virtueel kunt valideren en vol vertrouwen verder kunt gaan met uw beste ideeën. Welke complexe simulaties gaat u oplossen met 3D Experience Works Simulation? Het volgende hoofdstuk gaat over het verhogen van de productiviteit. Smart Manufacturing. Check part for manufacturing. Stel parameters in voor zowel additieve als subtractieve processen. Easy-to-read results. Eenvoudige afbeeldingen die probleemkenmerken benadrukken. Nauwkeurige resultaten. Onderdelen worden vergeleken met uw specifieke machinekinematica. Communiceer resultaten. Gebruik de markup-functie om eventuele problemen snel te communiceren. Volledige freesmogelijkheden. 2,5 tot 3 plus 2 frezen. 1 punt snijden, nesten en draadvonken. Bewerkingsprocessen opslaan. Hergebruik processen en instellingen in verschillende programma's. En zorg voor kennisdeling. Virtual Twin Programming. Workcells worden gemaakt en gesimuleerd met behulp van Virtual Twins, die nauwkeurig weergeven wat er op de werkvloer zal gaan gebeuren. Offline programmeren. Programmeer robot zonder ze offline te halen, waardoor de totale uptime toeneemt. Robot en translators zijn inbegrepen. Gebruikers krijgen modellen en vertalers ter beschikking voor de meest populaire robot op de markt. Tussenvoeging, deze sheet gaat over de robot programmer rol. Virtual Twinning Programming. Workcells worden gemaakt en gesimuleerd met behulp van Virtual Twins, die nauwkeurig weergeven wat er op de werkvloer zal gebeuren. Full Kinematic Model. Nauwkeurig programmeren en simuleren van eindeffectoren, lastpistolen, klemmen en armaturen. En dan de Factory Simulation Engineer rol. Offline programmeren. Programmeer ook hier je robots zonder ze offline te halen, waardoor de totale uptime toeneemt. 2D en 3D validatie. Gebruik 2D weergave, 3D of puntenwolkgegevens. Virtual Twins. Workcells worden gemaakt en gesimuleerd met behulp van Virtual Twins, die nauwkeurig weergeven wat er op de werkvloer zal gebeuren. Ook bij deze sheet hebben we het over Full Kinematic Models. Dus het nauwkeurig programmeren en simuleren van eindeffectoren, paspistolen, klemmen en armaturen. Open en real-time communicatie tussen de werkplaats en de engineeringafdeling is van cruciaal belang om onderdelen op tijd de deur uit te krijgen. Communicatie binnen een bedrijf is belangrijk, maar bedrijven moeten ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot en beslissingen neemt op basis van dezelfde gegevens. Met het Delmia Manufacturing Portfolio binnen 3D Experience Works worden gedurende het hele proces gegevens verzameld. Van het analyseren van het onderdeel tot het verzenden ervan. Alle belanghebbenden hebben real-time inzicht om snelle en nauwkeurige beslissingen te nemen. Voor offertes en planningen heeft u toegang tot Delmia's maakbaarheidscontrole. Hier kunt u virtueel een onderdeel op uw machine plaatsen en controleren op zaken zoals standaard, gatgroottes en diepe gaten of gaten met een platte bodem. U kunt productieparameters voor uw machines instellen om zowel additieve of subtractieve processen te analyseren. Als er problemen worden gevonden, kunt u de opmaakfunctie gebruiken om de details naar de technicus te sturen. Voeg tekst en afbeeldingen in om het probleem beter over te brengen. Vervolgens kunt u de momentopname van het 3D-model maken en deze ter beoordeling verzenden. Zodra het onderdeel klaar is, hoeft u het onderdeel niet meer te openen en opnieuw te plaatsen. U kunt het bestaande onderdeel eenvoudig vervangen door de nieuwe revisie. Nadat we het onderdeel nogmaals door de maakbaarheidscontrole hebben gehaald, kunnen we het opsturen voor productie. Wanneer het tijd is om het onderdeel te gaan programmeren, opent u gewoon de cel die u aangemaakt heeft in Delmia Shopfloor Machining. De bewerkingscel wordt opgeslagen als een schabloon met gereedschappen en opspanningen, waardoor de tijdrovende taak van het laden van gereedschap en plaatsen van bankschroeven wordt geëlimineerd. Met eenvoudig te volgen pop-ups neemt Delmia's bewerking op de werkvloer een groot deel van het giswerk weg bij het programmeren van uw onderdeel. Alle gereedschapspanen worden weergegeven met behulp van de kinematica van uw daadwerkelijke machine. Delmia creëert een virtuele tweeling die nauwkeurig laat zien wat er op de werkvloer gaat gebeuren. Industriële robotica wordt een standaard in elke productiefaciliteit. Hoewel het gebruik van industriële robots steeds gebruikelijker is geworden, kan het programmeren ervan nog steeds een uitdaging zijn. Delmia Robot Programmer Essentials geeft u de mogelijkheid om eenvoudig robotarmen te programmeren en te simuleren. Omdat het programmeren offline gebeurt, kan uw apparatuur blijven draaien terwijl u nieuwe taken programmeert en simuleert. Met Delmia's robotprogrammer kunnen gebruikers eenvoudig robotarmen plaatsen door mogelijke locaties weer te geven op basis van de bereikbaarheid van de robot. U kunt uw productiecellen gebruiken om een virtuele tweeling van uw fabrieksvloer te creëren. Met Delmia Factory Simulation Engineer kunnen gebruikers de materialenstromen en hulpbronnen simuleren en optimaliseren met behulp van een virtual twin van hun faciliteit. Met een nauwkeurige schaalbare weergave van hun faciliteit kunnen gebruikers de layout optimaliseren, uitbreidingen plannen en stroomstudies maken om de meest efficiënte productieomgeving te garanderen.
Van het programmeren van uw CNC-machines en robots tot het creëren van de optimale indeling van de productievloer. De productieoplossingen van 3D Experience Works staan klaar voor u om uw horizon te verbreden. Allemachtig, dat is prachtig. Met 3D Experience Works kunt u uw SOLIDWORKS ontwerpprocessen aanvullen met cloud-gebaseerde tools van de volgende generatie voor alle soorten 3D-modellering. En Kevin, we moeten zeggen modelleren, want tekenen, dat vindt Christian niet goed. Goede ontwerpen zijn nooit een lineair proces en vereisen vaak dat je nieuwe wegen inslaat. Als de juiste hulpmiddelen beschikbaar zijn, overtreffen de resultaten vaak de aanvankelijke verwachtingen. En dat hebben we vandaag ook wel weer gezien. Zeker, machtig mooie dingen kunnen zien. Wat een dag. Hey, en we hebben de top bereikt. We zijn er. We hopen dat alles wat je vandaag hebt gezien, de moeite en de tijd zeker waard was. Felicitas hadden veel tekst. Was dat moeilijk misschien te behappen. Maar we hebben veel kunnen laten zien in korte tijd.